Lieve kijkers, vandaag ga ik een boemboe gerecht maken. Ik ga boemboe kip en ei maken. Ik heb hier wat kipstukjes. Ik heb eieren. Eieren ga ik straks koken. Kip ga ik straks even aanbakken in olie. Verder heb ik nodig olie, zout, ketchup, suiker. Ik gebruik wel de bruine suiker. Uien, knoflook, seree en boemboe sambal. Boemboe sambal heb ik vers gehaald bij een toko. Het is wel heel lekker om het een keer echt met de echte verse boemboe sambal te maken. Voor de makkelijkheid heb ik gewoon boemboe sambal gehaald. Een andere keer laat ik je ook zien hoe je boemboe sambal maakt. Maar ja, op mijn manier. En dan hoop ik, als jullie het proberen, of je het wel lekker vindt. Nou, ik heb het al eerder gemaakt en mensen vroegen al meteen naar mijn recept. Dus ik dacht, ik ga het vandaag weer maken voor een grotere groep. Dan laat ik jullie meteen zien hoe ik het gemaakt heb. Hierna kun je de video bekijken hoe ik het maak. Ik ga alvast de eieren koken. En aan de andere kant ga ik meteen beginnen de kip aan te bakken. De kip heb ik al gewassen in een beetje azijn. Want wij wassen altijd onze kip en vis in azijn. Dat is meer om de geur, de sterke geur te maskeren. Ik zet deze apart om te koken. En hier ga ik de kip even aanbakken. Ik doe er een klein beetje olie in. Het is een anti-aanbakpan. Dus in principe hoef ik er geen olie in te doen. Ik doe er een klein beetje in. Dan ga ik het even op hoog vuur aanbakken. Zijn aan het koken. Het moeten hardgekookte eieren worden. En de kip heb ik lekker aangebakken. De knoflook ga ik alvast even fijn stampen. Nou, kijk eens. Het hoeft niet helemaal fijn. Dit is al voldoende om alle lekkere smaken van de knoflook eruit te krijgen. Uien. De uien ga ik fijn snijden. De seree, daar ga ik niet veel aan doen. Even halveren. Dan dwars halveren. Niet helemaal uit elkaar trekken. Heel even. En dan ga ik even met die stamper een beetje... Ik ga de eieren even bakken. Ik doe er even weer 1 tot 2 eetlepels olie bij. Ik gebruik gewoon dezelfde pan. En ik heb ook een antispat deksel. Want die heb je zeker nodig als je eieren gaat bakken. Want dit spat heel erg. Maar het is wel lekker. Die gebakken eieren erbij. Dus... die doe ik er snel bij.
En dat was de laatste. Olie gaat erbij. Ui en knoflook ga ik allereerst kuiten. Het begint nu een beetje lekker bruin te worden. Dan doe ik de seree bij. Zo, het gaat nu hard. Mooi bruin gebakken. Kijk eens, dit heeft ook al wat olie in. Daarom doe ik niet te veel olie in mijn gerecht. Want straks met de kip, dan zie je ook dat er wat meer olie vrijkomt. Dus nu doe ik de bumbu sambal erbij. En meteen ruikt het zo lekker hier in de keuken. Ik ga nu wel mijn vuur laag zetten. De rest van de ingrediënten die gaan erbij. Ik ga heel voorzichtig om met de eieren, dus die doe ik lekker in het midden. En het is wel de bedoeling dat je niet te veel gaat roeren, anders gaan de eieren stuk. Dit laat ik nu even rustig sudderen op een laag vuurtje en met de deksel erop natuurlijk. Zo. De kip is gaar. Er zit genoeg sausje in. En natuurlijk ga ik het sausje niet helemaal laten opbranden hoor. Want het sausje is zo lekker met warme rijst. Och, heerlijk. Ga even proeven of alles goed op smaak is. Lekker. Lekker. Pittig. De eieren gaan er weer bij. En dan zet ik het vuur uit. Zo. Mijn gasten die gaan heerlijk eten. Wil je dat ook? Dan moet je niet te lang wachten om dit klaar te maken. De deksel gaat weer op de pan. Vuur gaat uit en mijn gerecht is klaar. En ja hoor, mijn rijst is klaar. Ik ga wel een klein beetje proeven. Dit is het proefmoment. Weet je wat het is? Die saus is zo lekker. Je kan er echt lekker veel saus bij doen. Ja. Ik heb eigenlijk grote stukken vlees. Dus ik ga heel even kijken of ik ergens een klein stukje eruit kan halen. Yes. Want later ga ik hiervan genieten. Maar nu even met jullie. Natuurlijk, een eitje mag ik wel in zijn geheel eten. Oké. Alles is lekker warm.
Heerlijk. Al zeg ik het zelf. Lekker stukje kip bij. En pittig. Maar wel lekker. Want dit gerecht moet wel lekker pittig zijn. En een stukje ei. Echt lekker. Als je dit nu even gewoon, als je het klaargemaakt hebt, laat het ook even lekker staan. Als je dit een paar uren laat staan, dan is alle smaak lekker ingetrokken in de kip en in de eieren. Dan geniet je het meeste ervan. Dit gerecht heb ik eigenlijk bij mijn aangetrouwde familie gezien, gegeten. En ik dacht, ik ga het ook een keer proberen, want ik vind dit wel lekker. Nou, ik heb het een beetje op mijn manier gemaakt, mijn versie. Ik ga ook een keer de sambal zelf maken en dat doe je dan in één keer heel veel. En dat kan je lekker invriezen en dan kan je elke keer een klein beetje gebruiken om je gerecht te maken. Voor vandaag was het dit. Ik vind het lekker. Vind jij het ook heel lekker uitzien en denk je, dit wil ik ook een keer proberen? Moet je zeker doen. En laat zeker weten of je het lekker vond. Voor nu zou ik zeggen, deel, like. Heb je nog niet geabonneerd? Abonneer. En laat eventueel een reactie achter. En tot de volgende keer. Eet smakelijk!